En dan nu? Hallo kijkers. Of ik voor de gemeenteraadsverkiezingen elke week een filmpje wilde maken, werd me 2,5 jaar geleden gevraagd. Voordat ik het wist had ik ja gezegd en 5 weken later had ik de smaak te pakken. Ik mocht doorgaan met een wekelijkse column op Nijmegen 1 TV. Welkom bij de 100ste aflevering van Leuke Dingen voor de Mensen. Terugkijkend is het een grappige verzameling commentaren op Nijmeegse zaken geworden. Ze staan allemaal op YouTube. En ik kreeg ook aardige reacties. Ik citeer. Ik kijk al jaren naar TV Nijmegen en tot mijn verbazing heeft er iemand besloten om kunstenaar Jacques Splinter, tussen aanhalingstekens, zendtijd te geven. Maar blijkbaar is het helaas nog niemand opgevallen dat die man nog nooit één positief woord over heeft gehad over de stad. Is het niet juist de bedoeling van TV Nijmegen om de stad te promoten? En als hij nou kon presenteren, zou ik het nog kunnen begrijpen, maar hij is net zo goed in presenteren als in positief zijn. Hij is nog erger dan die man van de straat van de week. Die bakte er qua presentatie ook niets van met zijn en zijn speakbriefje. Maar die man deed dat wel duidelijk met passie en liefde. En zorgde er dan toch voor dat ik van begin tot het einde bleef luisteren. Hoe eigenlijk soms ook. Maar hij had wel interessante informatie. Bij Jacques Splinter zap ik meteen weg. Ik kan die man gewoon niet meer aanhoren met zijn negatieve gezemel. Ik zou hem willen adviseren in een andere gemeente te gaan wonen in plaats van zendtijd te geven. En het ergste is dat hij over dingen valt die echt nergens over gaan. Misschien moet hij gewoon een echte baan gaan zoeken waar hij misschien wel in slaagt. Bedankt voor het lezen van mijn mail en ik hoop dat er iets mee gedaan wordt. In Nijmegen, tussen Vonkstraat en Vaassem, kan ik nog zoveel dingen ontdekken waar ik in leuke dingen voor de mensen aandacht aan kan besteden, dat ik er gewoon lekker mee doorga. Op naar de 250. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Zou hier nou ook weer iemand op gaan reageren? Misschien.